gaat aan de slag, je gooit beelden bij elkaar, kleuren, verf, muziek aan en je laat je leiden door wat er gebeurt op dat moment. Vandaag ga ik langs bij Jack. Zijn passie voor kunst en het maken van schilderijen maakt hem een succesvolle kunstenaar. Zijn werk is niet alleen te bewonderen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Van Moskou tot Istanbul, van Keulen tot Ibiza. Wij gaan langs bij zijn galerie. Vanuit daar verkoopt hij zijn werken en nemen we ook een kijkje in zijn atelier. Dit is alweer de 24e aflevering van Renault Live. De vorige aflevering was een smakelijke, waarin ik heel veel heb geleerd en geproefd over wijn. Maar vandaag ben ik in Apeldoorn en ga ik op bezoek bij Jack, een kunstenaar met een eigenzinnige en rebelse schilderstijl. Nou Jack, we staan in jouw galerie, Artshop, op het station in Apeldoorn. Dat is best wel een bijzondere plek, vind ik. Het is een prachtige plek. Het is sowieso een mooie ruimte, zoals je kan zien, waar de kunst prachtig in uitkomt. Hoe definiëren we jouw kunst? Wat voor een naam kunnen we eraan geven? Dat vind ik altijd lastig, want je wordt vaak inderdaad dat men zegt van het is pop art, of het is abstract, of het is noem maar op. Combinaties van foto's, van tekst, van heel veel verfwerk, lagen, verschillende materialen. Ik denk gewoon Jack's Art. Jack's Art? Ja. Zullen we daar dan gewoon op halen? Dat is makkelijkst. En je houdt van teksten. Hoe kom je aan jouw teksten eigenlijk? Ik luister heel veel muziek als ik aan het schilderen ben. En daar vallen altijd bepaalde dingen dan op die je weer gebruikt in een kunstwerk. En ik kijk ontzettend veel films waar je ook weer hele mooie teksten en filmische beelden uithaalt. Ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe jij dan te werk gaat. Je gaat aan de slag, je gooit beelden bij elkaar, kleuren, verf, muziek aan en je laat je leiden door wat er gebeurt op dat moment. En dat is meestal wel passioneel. En wat is jouw achtergrond? Heb jij een schildersopleiding gedaan? Nee, integendeel. Ik ben vroeg gewoon naar de middelbare school gegaan en naar de HAVO. En daarna ben ik gaan werken in sales. En op een gegeven moment kwam er een moment en het moment was van ja, maar ik wil eigenlijk gewoon gaan schilderen. En dat ben je gaan doen. Ik heb alle vaste dingen overboord gegooid en toen ben ik gewoon gaan schilderen en gewoon dingen gaan maken. En dan maar hopen dat er inderdaad wat gebeurde. En dat gebeurde inderdaad ook. Het werd opgepakt en mensen vonden het gaaf en die kochten wat. Dus ik kon verder eigenlijk. Je hebt exposities gegeven in het buitenland. Ja. Dat gebeurt niet zomaar. Nee, dat ging steeds verder. En op een gegeven moment kwamen er ook bekendere Nederlanders, zoals Daley Blind. Daar heb ik een heel gaaf kunstwerk voor gemaakt. Helemaal met zijn eigen foto's en met zijn vader en de hele voetbalcarrière. Ja, ik vind het mooi om zo'n persoonlijke touch of boodschap in een kunstwerk te verwerken. Maar overdag ben ik vaak aan het werk met de workshops en de mensen. En s'avonds ben ik vaak weer aan het schilderen of dingen aan het bedenken eigenlijk. Maar je zegt, ik geef workshops. Is dat niet de ultieme kick die je kunt krijgen als je jouw passie, jouw liefde voor kunst, schilderijen kunt overdragen, al is het maar aan één iemand? Ja. Maar dat is juist zo te gek, want door die beleving in zo'n workshop kunnen mensen zelf een keer ervaren wat het is om buiten de comfortzone te gaan. Ik wil het jou wel eens zien doen van straks. Je wil mij gewoon lekker met verf laten schilderen. Nou, ik kan niet wachten, laten we naar je atelier gaan. Ga ons omkleden. Nou Jack, we staan naar mijn gevoel in een warzone. Ja, dat klopt nog een beetje, want hier gebeurt het. Hoe beginnen we? We gaan terug naar ons kind zijn. Het klinkt heel zweverig, maar je zal zo zien dat het echt heel concreet is. Muziekje op? Ja, we doen een muziekje op. Dan gaan we gewoon schilderen. Dus de floor is yours. Oké, goed.
Hoe vond je het? Ja, wel een heerlijk gevoel eigenlijk. Keihard werk, hè? Lekker smijten en lekker gooien en er ontstaat iets. Ja, het is erg mooi geworden. Door het gebruik van zoveel gave kleuren, door de energie. En je ziet het ontstaat. En wat het nu geworden is, ja. Ik heb geen idee. Nee, het is een kluwen van alles. Veel letters. We hebben ook wat veel dingen opgeschreven. Woeste levens. Woeste levens, ja. Ja. Maar wel heel veel liefde zit erin. En heel veel passie. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ik wil jou heel erg bedanken voor vandaag. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel voor je komst. En ik moet even wachten tot die droog is. Duurt een paar dagen. Een paar dagen. Ja. Nou, dan kunnen we hem allemaal bewonderen. Ja. Wie weet. Ik ben benieuwd. Nou, dat was alweer de 24e aflevering van Renault Live. Vandaag ben ik op stap geweest met Jack. Ik heb heerlijk gekliederd, lekker de verf op mijn handen. Ik heb mijn kind zijn weer naar buiten laten brengen. Zijn jullie benieuwd met wie ik de volgende keer op stap ga? Vergeet je dan niet te abonneren op het kanaal van Renault Live. En tot over 2 weken.